Goedendag, mijn naam is Jozef Aardvlak en we staan als vlak SX spiegelend door een XS. Je hebt vergeven XY. Ja. We nemen een punt 1, 2, dan gaan we proberen te spiegelen door een XS. Dat betekent dat het normaal gespiegeld komt hier te liggen. Dan merk je dat de X-waarde hetzelfde blijft, maar je Y-waarde gaat van 2 naar min 2. Dat wordt dus punt 1 en Y wordt min 2. Dat betekent in feite, als je spiegelt door een XS, dus je X-waarde blijft bewaard. Je krijgt gewoon X, maar je Y-waarde wordt negatief. Dus x blijft positief, terwijl waarde, maar y krijgt een negatieve waarde. Ja. Dat is dus de eigenschap van een spiegeling van een x-as, x, x, min y. Nu, omdat x blijft x, maar y wordt min y. Bijvoorbeeld 1, 2 werd, van het eerste kwant wordt 1, min 2. Ja. Als je nu neemt punt s van het tweede kwadrant, min 3, 4, als je dat spiegelt, komt dat hier te liggen, dan merk je dat uw x blijft bewaard, ook min 3, maar uw y wordt min 4. Dus min 3, min 4. Ja. Volgende punt, min 2, min 3 in het derde kwadrant. Ja. Dit gaat naar het tweede vierde kwadrant. Dit gaat naar het derde kwadrant. Als je punt nu in het derde kwadrant, min 2, 3, komt dat terug naar boven, wordt in het tweede kwadrant gelegen. Komt dus in het tweede kwadrant en wordt het punt min 2, 3. Je merkt, de y-waarde wordt aan het teken veranderd. Dus in het tweede kwadrant. De laatste, het vierde, ja, dit punt hier in het vierde kwadrant wordt gespiegeld naar het eerste kwadrant en wordt het punt 2, 4, je merkt de y-waarde verandert van teken. Dat is de spiegeling van de x-as, en dat x blijft x, maar de y-waarde verandert van teken. Dankjewel, bye bye. Met veel plezier, video's voor jullie, maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kunnen we een beetje geld storten voor mij geld. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dankjewel, ik wil helpen. Dankjewel, bye bye. Dank nog wel.